Verhalen delen om elkaar te inspireren en te motiveren. Dat is waar het om draait bij Gesonto Stranang. Het is een oproep voor Surinamers over de hele wereld om meer te bewegen, groener te eten en meer positiviteit te creëren in het leven. Ik geloof dat iedereen het verdient om gezond te zijn. Mijn naam is Janine Price-Domper, initiatiefneemster van Gesonto Stranang. Ik ben onderweg naar Angelique de Graaf van Detox Den Haag. Als ortomoleculair voeding- en suppletieadviseur helpt zij ondernemers met meer rust en energie in hun leven te krijgen. Ze is gespecialiseerd in stress- en detox-voetenbehandelingen. Daarnaast geeft ze ook trainingen, workshops en lezingen. Ze woont samen met haar dochtertje in Den Haag. Ze is geboren in Rotterdam en haar beide ouders komen uit Paramaribo. Ik ben benieuwd. Ortomoleculair. Ja, Angelique, zeg het zo. Ja, en ik ben je vraag kwijt. Wow. Maar geen cola. Juist. Yeah. Juist, Stel. Riep je me? Ik dacht dat je me riep. Ja! Ik weet het ook niet meer. Het is de moeilijkste vraag van het interview. Graag gedaan. Oh, sorry. Ik wist niet op het moment was dat ik wat moest zeggen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Naast mij zit Angelique de Graaf. Je staat eigenlijk bekend als Detox Den Haag. Detox Den Haag is eigenlijk ontstaan doordat ik dus zelf klachten had. En ik heb half Nederland afgereden op zoek naar antwoorden, maar ook behandelingen. Okay. En ik heb dat gewoon uiteindelijk moeizaam tot niet gevonden. Of in ieder geval niet op één plek. De klachten die ik zelf had, die dus eigenlijk voortkwamen uit stress. Yeah. Heb ik op één adres in één bedrijf eigenlijk ondergebracht. Dus ja, een one-stop shop. Dat is wat ik eigenlijk zocht al die tijd. Een plek waar ik naartoe kon gaan om gewoon letterlijk van mijn klachten af te komen. Eigenlijk is het niks nieuws. En daarmee bedoel ik dat het uit de Chinese geneeskunde komt en al meer dan 2000 jaar bestaat. Ja. De Egyptenaren hadden ook batterijen. Nou, ja. Ik doe wel dit, maar ze hadden dat wel. Dus er waren op toentertijd dus ook gewoon manieren om dat te doen. Ik werk dus met apparatuur. Ja. En die apparatuur kan je dus instellen. Ja. Waardoor je krijgt dan een warm voetenbad. Ja. En tijdens dat voetenbad wordt het geladen via een element. Wordt dat water geladen. En dat gaat in jouw lichaam de opdracht geven om te ontgiften. Ja. En bijvoorbeeld te ontspannen of op andere klachten in te spelen. Ja. En ik kan veilig zeggen dat iedereen die hier komt is sceptisch. En die heeft zoiets van, ik zie het wel. Ja. En dat is helemaal prachtig. Want hoe meer ze sceptisch zijn en daarna ervaren wat het doet. Ja. Hoe enthousiaster ze ervan zijn. Dus dat vind ik altijd wel helemaal leuk. Ja. Het is een manier van ontgiften. Dus ik had zoiets van, maar waarom? Waarom doet hij dat? Wat gebeurt daar? Ja. En toen ben ik dat gaan bestuderen van als je het op relaxation zet, dan werkt de apparatuur van het detox voetenbad werkt dan goed voor je hart en je doorbloeding en je tegen stress en het geeft een ontspannen gevoel. En toen dacht ik, maar waarom? Ja. En zo is eigenlijk mijn zoektocht naar kennis gestart. En het heeft me echt wel een tijdje gekost om supergoed door te hebben hoe de apparatuur werkt en waarom het zo goed werkt. En ook zijpaden, dus inderdaad supplementen, essentiële oliën, het ortomoleculaire, om dat allemaal te combineren, zodat je iemand zo goed mogelijk op weg kan helpen. Dus ik heb een iets meer holistische aanpak, versus je doet je voet in de voeten, want je gaat weer weg. Ja. Ik kijk echt, als jij klachten hebt, dan kijk ik echt met je mee.
En mocht ik daar, hè, dan ga ik echt kijken van nou, wat past daarbij? Hoe kan je dat het beste aanpakken, oplossen? Is er bepaalde voeding die niet raadzaam is in deze situatie? Waarom het eigenlijk via de voeten gebeurt is, de poriën zijn het grootst bij je voeten. Oké. Dat is waarom het via je voeten gebeurt. Ja. En het gaat op die manier, komt het dus makkelijker je lichaam in. Doet het zijn ding gedurende 33 minuten. Misschien beter gezegd, het verhoogt de frequentie. Ja. En het water wordt dus vies. Nou, dat vinden mensen vaak wel heel erg spannend of interessant om te zien. Waarom wordt het vies? Het geeft een reactie op je lichaam. Ja. Het geeft ook een reactie op de kwaliteit van het kraanwater. En met kwaliteit bedoel ik eigenlijk het gebrek aan kwaliteit. Ja. Maar het is dus echt bij iedereen een ander voetenbad. En ja, daaruit kan ik weer informatie halen. Mm-hmm. Zo heb je bijvoorbeeld mensen met schildklierproblematiek hebben meer moeite met het ontgiften van metalen, zware metalen. Ja. Dus dan heb je bijvoorbeeld echt een stand die specifiek is voor de schildklier. En dan zie je dus veel vaker zwarte stukken eruit komen. Oké. Okay. Nou, dat weet ik. En dan kan ik dus ook van tevoren aangeven van oké, okay, niet ervan schrikken als je dat hier veel ziet. Mm-hmm. Soms heb je bijvoorbeeld bij mensen die een burn-out hebben gehad, dan zie je dat alles wat eruit komt, dat het op een gegeven moment naar de bodem zakt. En dat het water groen wordt. Er is één uitkomst van het voetenbad waar ik wel echt op trigger. Ja. En dat is dus als je heel lang heftig onder stress hebt gezeten. Ja. Dan wordt het zwart. Ja. En dan krijg je dus echt een dikke zwarte laag erboven. Ja, ik maak het ongeveer eens per kwartaal mee. 1 of 2 keer per kwartaal. Ja. En dat is de enige keer waarop ik echt trigger en zeg, oh, hier moet je echt wat aan doen. Hier moet je echt iets aan gaan doen. Want dat lichaam heeft dan gewoon ontzettend veel moeite. Ik werk voornamelijk dus met mensen met stress en burn-out. Mm-hmm. En soms hebben mensen niet eens door dat ze stress hebben. Dat gebeurt ook nog wel eens. Ja. Maar dan komt er dat punt dat ze de eerste keer, de tweede keer, de derde keer. En ineens worden ze rustig en kalm. Ja. En dan gaan ze vanuit kalmte reageren. En soms hebben ze dat gevoel al jaren niet gehad. Ja. En dat is bijzonder. Ja. Maar ze kunnen zich dan ook bijna niet meer voorstellen dat ze zich zo opgejaagd hebben gevoeld. Mm-hmm. En dingen veranderen dan ook in hun leven. Ja. Omdat ze echt vanuit kalmte gaan reageren. Mm-hmm. Of eigenlijk misschien zelfs wel weer een beetje in de flow komen. Hoe kan je stress herkennen? Waar je mensen het meest over hoort is dat ze gewoon compleet in hun hoofd constant denken. Ja. Piekeren. Maar ik denk dat slaapproblemen kan je al vrij snel aan stress toewijden. Ja. Darmklachten hebben ook vaak wel hun oorsprong in stress. Mm-hmm. Hormonaal balans, dat het uit balans raakt. Depressie, suikerziekte. Yeah. Het is zo ongelooflijk breed wat er uit stress kan ontstaan. Kan je eigenlijk zeggen dat iedereen wel stress heeft? Ik zou ja willen zeggen, maar dat is denk ik niet zo. Want okay. Als ik echt alle criteria check, er komen ook wel eens mensen die gewoon echt nergens last van hebben. Die er misschien heel bewust mee omgaan. Ja. Dat gebeurt gewoon. Mensen die er gewoon totaal geen last van hebben. Ja. Super lieve klant. Ja. Echt helemaal hartjes ogen. Ik vond het geweldig. Ja. En ze zat te vertellen dat ze bizarre migraine had. Mm-hmm. Echt 3 keer per week. En ik keek naar haar en ik dacht, wauw, hoe ga ik haar vertellen dat zij stress heeft? Ja. Nou, ik zeg het gewoon. Ja. En ze keek me met die prachtige ogen aan. Vol ongeloof van, denk je? En we zijn het traject gestart. Ja. En ja, ze is er echt van afgekomen van de migraine. Ja. Maar het punt waar we begonnen was echt voor mij wel een beetje eng. Dat ik dacht, oeh, die is heel ver. Ja. In de stress. Als je over dit soort gevallen spreekt, zit het veelal bij het coachen ook. Dus je hebt sowieso het detox voetenbad. Ja. Wat het lichaam helpt ontspannen. Ja. En herstellen. Maar er zit ook gewoon best wel een coachdeel bij. Want het zijn toch vaak de super lieve mensen. Mm-hmm. Perfectionistisch. Ja. Zeggen liever geen nee. Ja. Misschien iets meer moeite met grenzen stellen. Ja.
Dus er zijn wat kenmerken. En dan moet je gaan ontdekken van, nou, wat is het precies bij deze persoon? Mm-hmm. En dan gaandeweg kom je dat een beetje tegen in de verhalen. Yeah. En dan geef ik ze handvaten en dan leer ik ze. Of misschien alleen spiegelen van, goh, waarom denk je dat dat moet? Yeah. Is dat echt zo? Yeah. En zo ga je dat gesprek aan. En dan kom je er steeds meer achter wat er speelt. Ja. En dan spiegel je dat, zodat ze dat zelf ook doorhebben. Want heel vaak hebben mensen bijvoorbeeld helemaal niet door. Dan komen mensen hier. Mm-hmm. Zeggen ze, oh, ik heb zo'n opgejaagd gevoel. Ja. Of ik vraag het. En dan zeggen ze, ja, ik voel me inderdaad opgejaagd. Ja. En dan komt dat lichaam in ontspanning. En dan zeg ik van, nou, let maar eens op wanneer je dat opgejaagd gevoel hebt. Ja. En dan komen ze erachter dat het van buitenaf komt. Ja. Dus dat dat opgelegd wordt omdat er iemand om die persoon heen zit die zegt, jij moet nu dit. Ja. En dan ineens komt dat gevoel bij hun terug en dan realiseerden ze zich van, hé, dit komt van die persoon. Dit is niet iets van mij. Ik voel me niet opgejaagd. Ik voel me opgejaagd omdat eigenlijk is tip 1 om je te realiseren wat de stress veroorzaakt. Nou, dat is een hele spannende vraag wat ik nou stel. Maar je kan dus inderdaad opletten van, hey, ben je perfectionistisch? Ja. Nou, als het antwoord ja is, dan kan je eens gaan kijken van, goh, waar komt dat vandaan? Mm-hmm. Moet alles? Ja. Gewoon eigenlijk een beetje een afstand van je leven nemen. En er gewoon eens naar gaan kijken van, hey, wat wordt er van me gevraagd? Ja. Wat voor gevoel geeft me dat? Ja. Heb ik inderdaad slaapproblemen? Heb ik darmklachten? Kan ik niet stoppen met suiker eten? Kan je nog ontspannen? Ja. Lukt dat uit jezelf nog? Kan jij gewoon rustig op de bank zitten en een boek pakken en gewoon relaxen? Kijk, het kan als je dus heel veel stress hebt, dan hebben jouw hersenen meer energie nodig. Mm-hmm. En dat jouw lichaam krijgt energie door suiker. Dus die suikerbehoefte gaat omhoog. Want die hersenen die hebben gewoon echt dat nodig. Ja. Dus je kan die suikerbehoefte kan je eigenlijk indirect al een beetje linken aan die stress. Okay. Maar er kunnen dus ook andere dingen gebeuren. Want er kan ook een schimmel, candida, in je darmen het kan overbevolkt raken. Mm-hmm. En die wil ook maar dolgraag suiker en gist. Ja. Om te kunnen groeien. Dus het gaat een beetje verschillende kanten op. Het kan ook dus dat je lichaam energie nodig heeft. En dat er dan een suikerpiek komt. En nou ja, dan raakt je insuline, je bloedsuikerspiegel raakt uit balans. Ja. En het zijn toch wel tekens waar ik op zou reageren. Dat is wel echt een trigger waar je op wil letten. Meer vet op de schouderbladen, buik en heupen. Mm-hmm. Dat is ook een teken. Maar ook ontstekingen die niet overgaan. Dus als je een wondje hebt en dat gaat maar niet over. Dat zijn wel allemaal signalen dat je echt iets weer aan moet gaan doen. Dat heeft allemaal te maken met stress? Indirect, ja. Ja, je immuunsysteem. Ja. Dus dat kan, dat gaat van stress naar insuline, hormonen. Het kan verschillende kanten op. En soms heb je iemand die heeft 1 probleem. En soms heb je iemand die 20 problemen heeft. Mm-hmm. En dan moet je, maar het heeft wel echt een verband. Ja. Stress kan dus schildklierproblematiek veroorzaken. Ja. Het kan problemen veroorzaken in je hormoonhuishouding. Het kan darmklachten veroorzaken. Onderrugklachten. Gespannen spieren. Ja. Vergeetachtigheid. Het kan eigenlijk best wel veel veroorzaken. En daarmee neem ik eigenlijk de klant aan de hand. En gaan we langzaamaan het pad weer terug bewandelen naar een ontspannen lichaam. Hoe gezond vind je jezelf? Ik vind dat echt een moeilijke vraag. Ik zou mezelf wel in 8-. Er is wel altijd ruimte voor verbetering. Ik geloof wel in stapsgewijs je leven aanpassen. Mm-hmm. En ik geloof erin dat je gewoon moet luisteren naar je lichaam. Als jij iets wil eten, luister naar je lichaam. Maar let ook op wat het zegt. Hè? Dus bijvoorbeeld de behoefte aan chocola is ook een teken van magnesiumtekort. Wat moet jij doen
aan je gezondheid om een 9 te halen? Ik denk meer bewegen. Kan je poetie of fix? Kan je poetie. Sauna of massage? Oeh, massage. Gemberbier of kokoswater? Kokoswater. Vroeg naar bed of uitslapen? Ik vind ze beide niet erg, maar doe maar uitslapen. Mijn favoriete restaurant is? Pata Negra in Amsterdam. Alleen bij Oosterpark. Mijn favoriete maaltijd is? Griekbana. Mijn guilty pleasure is? Ferrero Rocher. Ik moet van mezelf altijd... Ik moet niks van mezelf. Ik ben veel te lief voor mezelf. Ik moet geen moer. Okay. Ik moet gelukkig zijn. Bedankt voor het kijken naar deze video, waarin we nu weten wat Angelique de Graaf doet met Detox Den Haag. Het interview zit erop. Angelique, ik wil je nogmaals bedanken voor je mooie woorden. En ik heb superveel geleerd van alle voordelen van een detox voetenbehandeling. En wat we allemaal kunnen doen om stress tegen te gaan. Hij een open boek is. De relatie met mijn moeder was echt top. Om mijn boom. Rotti of Sauto? Sauto. Sauto zeker. Dit is Satori trouwens. Ja. Satori. Nee, je komt eventjes even wat vragen. Ja, als je weet waar die is. Was ik een beetje een open boek? Of, Ik vond hem een open boek. Ah, je weet zelf.